Gaat Hillary Clinton trouwens de gevangenis in? Nee. Niet voor de e-mails in ieder geval. Nee? Nee. I'll put her in jail is een belofte die hij niet waarmaakt? Hey, het zou hem sieren als hij die liet varen, inderdaad. Er zijn nog wel meer beloftes die hij zou moeten laten varen om Amerika echt beter te maken en de wereld veiliger. Dat is een hele rij van beloftes. En ik hoop eerlijk gezegd, kijk, het interessante aan Trump was dat hij een melee aan voorstellen heeft gedaan in de verkiezingscampagne. Zoveel dat je er ook niet heel veel chocola meer van kan maken. Dat geeft hem ook de kans om nu als gekozen president opnieuw een programma neer te leggen wat misschien... Maar hij heeft een aantal hele helder. Hè? De NAVO, moeten we daar nog wel zoveel aan bijdragen? Het klimaatverdrag, DRAF, vrijhandelsakkoorden, daar heb ik helemaal niks mee. Het klimaatverdrag is al van kracht, is al getekend. Dan zal hij toch de hele VN-conferentie weer bij elkaar moeten halen. Het zijn allemaal onderwerpen waar wij... Ik geloof niet dat hij dat gaat doen. De komende maanden met veel plezier, vermoed ik overigens, over zullen praten. Over alles wat er nu gaat veranderen, eventueel. En wat er nieuw bij komt. En in de tussentijd speelt daaronder. En daarnaast en daarlangs natuurlijk ook nog het hele verkiezingscircus hier in Nederland. Want wij worden behoorlijk beïnvloed door alles wat er in Amerika gebeurt. Maar dat is pas in maart. Zullen we vrolijk afsluiten? Dat is misschien wel goed, hè? Nou, ik kijk nog doe even je best. Naar AT5. Die stonden vandaag... Jullie mogen zo samen zingen. Maar AT5 stond vandaag op Schiphol. Er kwam een vliegtuig vol Amerikanen aan. Ja, dat is op zich geen nieuws natuurlijk. Maar daar was een man bij die geen idee had van de uitslag van de verkiezingen. Natuurlijk. Yes, your first reaction. Oh, this is a wonderful airport. It's huge. I know about... And the news. Oh, the news? What news? Do you know about Trump? No, I did not, but did he win? I voted for him, and I will tell you the reason I voted for him. I voted for him because I didn't want Hillary to win, and I also know that he will probably be impeached, so they'll both be out. Zo is alles weer opgelost eigenlijk. Hij zou impeached worden zoals Clinton wegens seksueel wangedrag. Want dat kunnen we nou niet meer verbaasd over gaan doen. Wij hebben het gevoel, Sylvana, overigens, dat we nog één ding moeten rechtzetten. Ik moet je zeggen, toen ik het net zag, had ik daar al wat twijfels over. Het gaat over dit. We hebben dat ook laten zien, maar... volgens onze redactie klopt dit niet en is dit een Photoshop. Dus sorry dat ik het zo dan op deze manier zeg. Dan moet ik het terugnemen en ben ik in de social media valkuil gevallen. Met zoveel zorgen over Trump. Hier aan tafel. Dit was hem voor vanavond. Hou je geld tafel. Lekker slapen allemaal vanavond. Hè? Morgen is de wereld er gewoon nog steeds. Met misschien wel een beetje zonneschijn. Wil je dit nou vrolijk afsluiten, Jeroen? Nou ja, best wel. Kon niet beter. We gaan zingen. Blij. De verkiezingscampagne, zoveel dat je er ook niet heel veel chocola meer van kan maken. Dat geeft hem ook de kans om nu als gekozen president opnieuw een programma neer te leggen wat misschien maar wel... Maar hij heeft een aantal hele helder, hè? De NAVO, moeten we daar nog wel zoveel aan bijdragen. Het klimaatverdrag, DRAF, vrijhandelsakkoorden, heb ik helemaal niks mee. Het klimaatverdrag is al van kracht, is al getekend, dan zal hij toch de hele... Het zijn allemaal onderwerpen waar wij... Ik geloof niet dat hij dat gaat doen. De komende maanden met veel... I voted for him, and I will tell you the reason I voted for him. I voted for him because I didn't want Hillary to win, and I also know that he will probably be impeached, so they'll both be out. Zo is alles weer opgelost eigenlijk. Hij zou impeached worden zoals Clinton wegens seksueel wangedrag. Want daar kunnen we nou niet meer verbaasd over gaan doen. We hebben het gevoel, Sylvana, overigens, dat we nog één ding moeten rechtzetten. We zo samen zingen. Maar AT5 stond vandaag op Schiphol. Er kwam een vliegtuig vol Amerikanen aan. Ja, dat is op zich geen nieuws natuurlijk. Maar daar was een man bij die geen idee had van de uitslag van de verkiezingen. Natuurlijk. Yes, your first reaction. Oh, this is a wonderful airport. It's huge. I know about and the news. Oh, the news? What news? Do you know about Trump? No, I did not, but did he win? Een beetje denken achter nodig. Gaat Hillary Clinton trouwens de gevangenis in? Nee. Niet voor de e-mails in ieder geval. Nee? Nee. I'll put her in jail is een belofte die hij niet waarmaakt? Hey, het zou hem sieren als hij die liet varen, inderdaad. Er zijn nog wel meer beloftes die hij zou moeten laten varen om Amerika echt beter te maken en de wereld veiliger. Dat is een hele rij van beloftes. En ik hoop eerlijk gezegd, kijk, het interessante aan Trump was dat hij een melee aan voorstellen heeft gedaan in de... Hier, vermoed ik overigens, over zullen praten. Over alles wat er nu gaat veranderen, eventueel. En wat er nieuw bij komt. En in de tussentijd speelt daaronder. En daarnaast en daarlangs natuurlijk ook nog het hele verkiezingscircus hier in Nederland. Want wij worden behoorlijk beïnvloed door alles wat er in Amerika gebeurt. Maar dat is pas in maart. Zullen we vrolijk afsluiten? Dat is misschien wel goed, hè? Nou, ik kijk nog doe even je best.
AT5, die stonden vandaag, die een idee had van de uitslag van de verkiezing. Natuurlijk. Yes, your first reaction. Oh, this is a wonderful airport, it's huge. I know about and the news. Oh, the news? What news? Do you know about Trump? I did not, but did he win? I voted for him, and I will tell you the reason I voted for him. I voted for him because I didn't want Hillary to win, and I also know that he will probably be impeached, so they'll both be out. Zo is alles weer opgelost eigenlijk. Ja, hij zou impeached worden zoals Clinton wegens seksueel wangedrag. Want daar kunnen we nou niet meer verbaasd over gaan doen. We hebben het gevoel, Sylvana, overigens, dat we nog één ding moeten rechtzetten. Ik moet je zeggen, toen ik het net zag, had ik daar al wat twijfels over. Het gaat over dit. We hebben dat ook laten zien, maar... volgens onze redactie klopt dit niet en is dit een Photoshop. Dus sorry dat ik het zo dan op deze manier zeg. Dan moet ik het terugnemen en ben ik in de social media valkuil gevallen. No worries. Over Trump. Hier aan tafel. Dit was hem voor vanavond. Hou je geld tafel. Lekker slapen allemaal vanavond. Hè? Morgen is de wereld er gewoon nog steeds. Met misschien wel een beetje zonneschijn. Wil je dit nou vrolijk afsluiten hierdoor? Nou ja, best wel. Kon niet beter. We gaan zingen. Blij. De verkiezingscampagne zoveel dat je er ook niet heel veel chocola meer van kan maken. Dat geeft hem ook de kans om nu als gekozen president... opnieuw een programma neer te leggen wat misschien maar wel... Maar hij heeft een aantal hele helder. Hè? De NAVO, moeten we daar nog wel zoveel aan bijdragen. Het klimaatverdrag, DRAF, vrijhandelsakkoorden, heb ik helemaal niks mee. Het klimaatverdrag is al van kracht, is al getekend. Dan zal hij toch de hele... Het zijn allemaal onderwerpen waar wij... Ik geloof niet dat hij dat gaat doen. De komende maanden met veel... I voted for him. And I will tell you the reason I voted for him. I voted for him because I didn't want Hillary to win, and I also know that he will probably be impeached, so they'll both be out. Zo is alles weer opgelost eigenlijk over zo'n hele avond. Impeached worden zoals Clinton wegens seksueel wangedrag. Want daar kunnen we nou niet meer verbaasd over gaan doen. We hebben het gevoel, Sylvana, overigens, dat we nog één ding moeten rechtzetten. We zo samen zingen. Maar AT5 stond vandaag op Schiphol. Er kwam een vliegtuig vol Amerikanen aan. Ja, dat is op zich geen nieuws natuurlijk. Maar daar was een man bij die geen idee had van de uitslag van de verkiezing. Natuurlijk. Yes, your first reaction. Oh, this is a wonderful airport. It's huge. I know about and the news. Oh, the news? What news? Do you know about Trump? I did not, but did he win? Beetje denkkracht voor nodig. Gaat Hillary Clinton trouwens de gevangenis in? Nee. Niet voor de e-mails in ieder geval. Nee? Nee. I'll put her in jail is een belofte die hij niet waarmaakt. Het zou hem sieren als hij die liet varen, inderdaad. Er zijn nog wel meer beloftes die hij zou moeten laten varen om Amerika echt beter... Gaat Hillary Clinton trouwens de gevangenis in? Nee. Niet voor de e-mails in ieder geval. Nee? Nee. I'll put her in jail is een belofte die hij niet waarmaakt? Het zou hem sieren als hij die liet varen, inderdaad. Er zijn nog wel meer beloftes die hij zou moeten laten varen om Amerika echt beter te maken en de wereld veiliger. Dat is een hele rij van beloftes. En ik hoop eerlijk gezegd, kijk, het interessante aan Trump was dat hij een melee aan voorstellen heeft gedaan in de verkiezingscampagne. Zoveel dat je er ook niet heel veel chocola meer van kan maken. Dat geeft hem ook de kans om nu als gekozen president opnieuw een programma neer te leggen wat misschien... Maar hij heeft een aantal hele helder. Hè? De NAVO, moeten we daar nog wel zoveel aan bijdragen? Het klimaatverdrag, DRAF. Vrijhandelsakkoorden, heb ik helemaal niks mee. Het klimaatverdrag is al van kracht, is al getekend. Dan zal hij toch de hele... Het zijn allemaal onderwerpen waar wij... Ik geloof niet dat hij dat gaat doen. De komende maanden, met veel plezier, vermoed ik overigens, over zullen praten. Over alles wat er nu gaat veranderen, eventueel. En wat er nieuw bij komt. En in de tussentijd speelt daaronder. En daarnaast en daarlangs natuurlijk ook nog het hele verkiezingscircus hier in Nederland. Want wij worden behoorlijk beïnvloed door alles wat er in Amerika gebeurt. Maar dat is pas in maart. Zullen we vrolijk afsluiten? Dat is misschien wel goed, hè? Nou, ik kijk nog even naar AT5. Die stonden vandaag... Jullie mogen zo samen zingen. Maar AT5 stond vandaag op Schiphol. Er kwam een vliegtuig vol Amerikanen aan. Ja, dat is op zich geen nieuws natuurlijk. Maar daar was een man bij die geen idee had van de uitslag van de verkiezing. Natuurlijk. Yes, your first reaction. Oh, this is a wonderful airport. It's huge. I know about and the news. Oh, the news? What news? Do you know about Trump? I did not, but did he win? I voted for him, and I will tell you the reason I voted for him. I voted for him because I didn't want Hillary to win, and I also know that
he will probably be impeached, so they'll both be out. Zo is alles weer opgelost eigenlijk. Ja, hij zou niet impeached worden zoals Clinton wegens seksueel wangedrag. Want daar kunnen we nou niet meer verbaasd over gaan doen. We hebben het gevoel, Sylvana, overigens, dat we nog één ding moeten rechtzetten. Ik moet je zeggen, toen ik het net zag, had ik daar al wat twijfels over. Het gaat over dit. We hebben dat ook laten zien, maar... volgens onze redactie klopt dit niet en is dit, is dit een Photoshop. Dus sorry dat ik het zo dan op deze manier zeg. Dan moet ik het terugnemen en ben ik in de social media valkuil gevallen. No worries. Over Trump. Hier aan tafel. Dit was hem voor vanavond. Al je geld. Tafel. Lekker slapen allemaal vanavond. Hè? Morgen is de wereld er gewoon nog steeds. Met misschien wel een beetje zonneschijn. Wil je dit nou vrolijk afsluiten hierop? Nou ja, best wel. Kon niet beter. We gaan zingen. Blij. De verkiezingscampagne zoveel dat je er ook niet heel veel chocola meer van kan maken. Dat geeft hem ook de kans om nu als gekozen president opnieuw een programma neer te leggen wat misschien maar wel... Maar het is een aantal hele helder, hè? De NAVO, moeten we daar nog wel zoveel aan bijdragen?